Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 2 augustus. Veel bewolking boven Nederland, maar in de loop van de dag breekt toch ook wel vaker de zon door, met name in de noordelijke helft van het land. Verder zien we op deze satellietfoto veel bewolking boven het Engels kanaal. En die bewolking die komt onze kant op. En dat betekent dat we later vanmiddag, en met name ook vanavond en vannacht, te maken gaan krijgen met regen. Want die bewolking is dusdanig dik dat er vrij makkelijk neerslag uit gaat vallen. Ja, een rustige dag dus, een rustige aanloop eigenlijk, want zoals gezegd, vanavond en vannacht, dan valt er regen en dan kan er plaatselijk toch wel weer 10 mm water gaan vallen. De aangevoerde lucht die blijft ook erg zacht en dat kunnen we straks zien aan de temperaturen, die blijven hoog. Vandaag overdag dus ook wel wat zon, met name in de noordelijke helft van het land. Temperatuur daar tussen de 21 en 22 graden. Meer naar het zuiden is meer bewolking, maar ook is de temperatuur daar hoger. In Limburg kan het lokaal 25 graden worden, waait een matige wind uit het zuidwesten. In het oosten zou vanmiddag een enkele bui kunnen vallen. Die kans is niet al te groot. Later vanmiddag krijgen we dan ook te maken met de regen vanuit het zuidwesten. En die regen die breidt zich dan in de loop van de avond langzaam uit naar het noorden. In het uiterste noorden blijft het nog lang droog. De wind is vanavond zwak tot matig, maar die gaat in de loop van de nacht toenemen. Dan is het regenachtig in het land. En uh, ja, de wind die neemt dus toe. Die wordt matig tot krachtig. En dat niet alleen. De temperaturen blijven ook erg hoog. Want de minima die liggen komende nacht ergens rond de 18 graden. Bijzonder zachte lucht. Dus. Morgenochtend, dan trekt de regen naar het oosten weg, valt er hier en daar nog wel even een bui, maar in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er zonnige perioden. Dan staat er veel wind, een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, aan zee kan er zelfs een harde wind komen te staan, windkracht 7 is dat, en ook in het waddengebied is de wind vlagerig en af en toe hard. De temperatuur loopt evengoed in het binnenland weer op naar zo'n 24 tot 25 graden. En de dagen erna ja, blijft het enigszins lichtwisselvallen. Vooral vrijdag valt er verspreid in het land nog wel een enkele bui bij temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. Ook waait het dan nog stevig, in de loop van de middag gaat de wind wel afnemen. In het weekend ook lokaal een bui, maar ook ruimte voor de zon bij temperaturen tussen de 19 en 22 graden. Ik zou bijna zeggen typisch Hollands zomerweer. Dan kijken we ook nog even naar de waarschuwingen voor Europa, die voor vandaag en morgen uitstaan. En dan zien we heel veel rode kleuren in het oosten en zuiden van Europa. En dat heeft te maken met hitte. Er worden waarschuwingen uitgegeven. Weeralarmen voor extreme hitte. Temperaturen lopen makkelijk op tot boven de 40 graden. En later kunnen er, met name dan in de oostelijke landen. ook nog stevige onweersbuien tot ontwikkeling komen. die hier en daar voor overlast gaan zorgen. Met name ook Italië. heel warm en heet weer. met temperaturen die makkelijk richting de 40 graden gaan. In het westen zien we vooral groene condities, zoals we dat noemen. Daar is weinig aan de hand. Daar is het weerbeeld rustig en is het ook minder warm. Warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.